Om hier te geraken met de bus. Nog eens de opstelling met Mike van Hamel in doel. Achterin Vandenberg, Frans en Lemos. In Lavalle, Teixeira en Leisner, Tony Leistner. En dan krijgen we op de flanken Kakache Hashioka. Dan draait daar goed weg. Soumaré, Nubissi aangespeeld meteen in de grote baklijn. Draaien is moeilijk. Dan maar het schot van achteruit. Goede poging van Koulibaly. 9,15 meter gezet. En Suzuki gaat hij voor zijn rekening nemen over de muur. Maar de redding van Hamel liep daar het veld op met heel wat wegwerkgebaren. En alweer een gele kaart voor hem. Niet voor het eerst dit seizoen. En met wat misbaar nog naar Berg Put. Gele kaart is terecht. Liep daar het veld op. Was iedere keer met zijn hand het gekende wegwerpgebaar aan het maken. En die vindt het niet de moeite waard om daarop terug te komen. Nubissi, Holzhauser. Nubissi gaat diep. Het gaat naar Nubissi. Die gaat de bal voorbij Schmidt. Maar uiteindelijk ook wel naast. En zo na dik een kwartier. En nu wel de gele kaart voor Koulibaly. Dat zint het thuispubliek niet. Naar Shioka. Holzhauser zit er goed tussen. Maar Durkin zit er ook weer tussen. En dan Holzhauser op zijn beurt opnieuw. Holzhauser met de trap. Veel scheelt dat niet. Rafa Holzhauser. Luisi. Knap. Hoe hij daar voorbij Leisner probeert te geraken. En alweer contact van Leisner. Dat is nu de derde, vierde keer. En nu wel een gele kaart. Pas bij de club. Meteen kapitein. Maar ook meteen rol. Pieter Maat glijdt weg. En dan is Hayashi bij de bal. Een vinnige speler. Gaat daar twee man voorbij. Nu nog voorbij Frans. Suzuki in steun. Frans met de fout. Dat is een kaart. Het voordeel gelaten. Paal binnen. Schot van Steve de Ridder. Wat een counter van Sint-Truiden. Grotendeels op naam van Hayashi. En het is Steve de Ridder die weet te scoren. En zo 0-1 voor Sint-Truiden. En dan wordt het hier even stil. Hier en daar wat gefluit. Al genoeg gezien van de eerste helft en gaan een pintje halen. Kijk hier, Hayashi twee man voorbij. Dan nog voorbij Frans, dat is de bedoeling. Die maakt dan de fout. Voordeel gelaten door Bert Putt. En terecht. Want als Steve de Ridder die bal dan zo kan meenemen. Nou, Pieter Maat laat de Ridder hier ook wel te gemakkelijk lopen. Waardoor die... Vandenberg herstelt daar. Even contact geweest. Hashioka met heel veel pijn. En nu ligt Bert Putt de wedstrijd wel stil. Tot grote woede bij Beerschot. Gele kaart voor Vandenberg die de bal speelde. Nou, de kopbal van Frans. De redding van Schmidt. Hier nog eens kijken, die kopbal. Frans, draait eigenlijk op zijn dode gemak weer in positie kan komen. Soumaré wint het duel van Konaté. Pieter Maat naast de bal. Hayashi, in deze keer wel de fout van Pieter Maat. En dat is geel. Dat is geel, geen twijfel mogelijk. Suzuki komt hem tot bij Hayashi. Dan is daar een schot van Durkin. Veel scheelt dat niet. Maar het mag doorgaan van Bert Putt. En met hoort in het sloten gaat Beerschot naar voren. Goeie bal van Holzhauser. Soumaré om gelijk te maken. Nee, duwt hem nog betrekkelijk ver naast. Dit was de mogelijkheid voor... Die bal komt dan bij Holzhauser. Gemeten paas naar Soumaré. En deze gaat nog ver naast hoor. Niet zo gek veel moeilijke ballen pakken. Opletten voor Hara. Die knalt daar nog tegen Van Hamel aan. En dat wordt nog een fout voor de Japaner. Kijk hier. De bal net binnengehouden door Durkin. En dan gaat... Hara speelt de bal. Glijdt er naartoe en heeft op die manier wat ongelukkig Van Hamel mee. En zo zal Sint-Truiden opnieuw met 0-1 winnen. En pakt de 3 punten. Op de bank bij Sint-Truiden zijn ze tevreden. Op de tribunes weer klinkt boegeroep.